De 19-jarige Michael van Poppel uit Tilburg gaat de rechten van zijn Twitter-account verkopen aan een Amerikaanse televisiezender. Het is nog niet bekend aan welke zender, dit houdt hij angstvallig geheim. De student is in het bezit van het Twitter-account Breaking News. Dit trekt 1,3 miljoen online bezoekers, waarvan de meeste Amerikanen zijn. De initiatiefnemer van Breaking News is de eerste die in 2007 onder meer een nieuwe video van Osama bin Laden publiceerde. Deze verkocht hij door aan het internationale persbureau Reuters. Binnenkort zal Van Poppel bekendmaken aan wie hij zijn Twitterrechten verkoopt en voor hoeveel.